Personality of the Year. Nou zie ik jullie allemaal denken, dat zijn toch twee hele verschillende dingen. Beauty, dat zit toch aan de buitenkant. En personality, dat zit toch van binnen. Ja, dan weten jullie allemaal, je kan nog zo knap zijn. Uiteindelijk is het wel de inside that counts. En daarom hebben we 10 mensen voor jullie op een rijtje gezet. Die beschikken over zowel uiterlijke als innerlijke schoonheid. De genomineerden zijn... De nominees voor Beauty of the Year Woman are... Lieke van Lexmond. Gezien met lachende baby's gezocht, ging het balletje rollen. Via commercials belandde Lieke op haar 16e in Goudkust. En inmiddels is ze alweer 7 jaar lang in GTS te bewonderen. Daarnaast presenteerde ze Dancing with the Stars. En schuift ze geregeld achter de desk bij RTL Boulevard. Georgina van Baan. Ze heeft humor, talent en het hart op de juiste plek. Al vanaf het moment dat ze als 16-jarige in GTS debuteerde, heeft Nederland Georgina massaal in de armen gesloten. Uiteenlopende rollen volgden. Of ze nu solo op de trappen staat of transformeert tot een erotische voorvader, ze weet altijd te overtuigen. Anna Drijver. In een interview met Glamour zei Anna Drijver dat: ik wil de wereld veroveren. Work hard, play hard is haar motto. En van dat eerste is Nederland intussen wel doordrongen. Kant van de Amsterdamse toneelschool heeft Anna al een indrukwekkend cv opgebouwd. Eva Jinek is serieus, ambitieus, maar vooral ook in staat om heel hard om zichzelf te kunnen lachen. 6 weken nadat de in Amerika geboren Tsjechische op 11-jarige leeftijd in Nederland was komen wonen, voerde ze al haar eerste gesprekje in het Nederlands. En ook haar carrière gaat als een komeet. Franse Koes. Datzelfde jaar het Friese platteland voor New York. 7 jaar later is ze het best verdienende Nederlandse model ooit. En het gezicht van onder meer L'Oréal Paris en Calvin Klein White Label. De nominees voor Beauty of the Year Men are... Jan Koorman. En niet in een hoekje te stoppen. Dat is Jan Noorman. Hij begon zijn carrière op 19-jarige leeftijd als professioneel danser bij het Scapino Ballet. En brak vorig jaar door bij het grote publiek door zijn rol als Danny de Jong in GTSD. Michiel Huisman. In Nederland kende hij van de rol in Florence, Fienne zegt sorry en de co-assistent. Maar intussen is hij ook hard op weg om de wereld te veroveren. Zo schitterde hij in Britse films en sleepte hij onlangs een hoofdrol in de nieuwe Amerikaanse serie Tree in de wacht. Chris Segers, avontuurlijk, gepassioneerd en nieuwsgierig. Dat is Chris Segers ten voeten uit. Hij reist voor zijn reisprogramma's de hele wereld over. Schitterde onlangs nog met de hel van 63 op het witte doek en ervaart met zijn eigen bed op een podium staan als puur geluk. Dennis van Leeuwen. Kate-gitarist Dennis van Leeuwen is innemend, stylish en vooral een rocker pur sang. Staat samen met Dylan Groeshoff intussen 10 jaar voor volle zalen. En heeft al een duimeltje voor beste gitarist en een award voor best geklede man van Nederland in zijn prijzenkast staan. Barry Atsma. Gedreven, veelzijdig, charmant en niet bang om tegen de stroming te roeien. Dat is Barry Atsma in een notendop. En om de awards uit te reiken, nog één keer een applaus voor Karin Smeerink. Ja. Karin, hier aanwezig of niet, wie moet jij en zal jij nog één keer op je cover van je prachtige Glamour krijgen? Internationaal. We beginnen met internationaal. Madonna. En nationaal. Madonna is het. Nou ja. En nationaal? Ja, nationaal hebben we al heel veel gehad. Eigenlijk alle 5 hier achter, maar dan kies ik deze keer voor Nieke. Nou, wat een adiot. Hey, dat is Nieke. Goed, dan gaan we over tot de uitreiking. De winnaars van de Beauty of the Year, Man and Woman, are...